Nou, we staan hier met de schaapsleer die vandaag hier actief bezig is. Kan je iets vertellen hoe je te werk gaat? Ja, je pakt altijd zo'n schaap pakkie en dan zet je hem op zijn kont. Ja, maar het is niet zielig. Dan kan je ze gaan zijn vrachtje gebruiken voor een bol, hè? Ja, zielig. En dan bij zijn nek ga je beginnen. En dan tot aan zijn voorbenen. En dan dat je geen plooien krijgt. De baan. Kijk, je ook een kippetje. Ja, ook een kippetje. Wil jij ook dat? Ja. Hè? Ah, kijk eens. Ja, dat is leuk wat we daar van gaan maken. Ja. Weet je dat niet? Wat is dat? Ja, die is echt warm. Kijk, een dikke beetje. Even een beetje. Je hebt soms wel zo'n schaap wat tegenwerkt. En dan leg je hem eerder op zijn zij. Maar ik doe altijd eerst van zijn hoofd tot aan zijn voorbenen. Hele appelkoren. En dat, daar maak ik de kleuren van. Ja, dat is beter in de kleuren van de andere kleuren. Ja, dat is beter in de kleuren van de andere kleuren. Ja, zijn jullie het waard? Ja, dat is goed. Wil jij wel? Wil jij niet? Dus ja, dan gaat het. En dan, ja, dan leg ik hem op zijn zij en doe ik eerst de ene zijkant tot aan zijn staart. Laat hem op eerst op zijn kont zitten en voel ik zijn nek. Totdat ik zo bij zijn voorbenen ben. Als ik zijn voorbenen er een beetje uit heb, dan ga ik hem op zijn zij leggen. Hij is wel gewillig, hè? Ja, nee, niet dit schaap. Huh? Niet dit schaap. Makke schaap. Nee. 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 En dan zet ik hem eerst weer overeind, weer op zijn kont. En dat het schaap dan gewoon weer, gewoon weer goed blijft. En dan leg ik hem pas weer op de andere zij, want je mag hem niet overrollen voor die darmen, zeg maar. Anders komt er een kniet in
Dus ja, je moet kijken hoe het schaap reageert. Even kijken wat er gebeurt. Nou, we hebben heel lang een paard hier. We gaan een paard even doen. Wie heeft er ook een lange staart? Ik zag net dat je had de eerste een, die was erg moeilijk, die wilde niet. En de ander liep achter je aan zo van, ben je al klaar? De ene schaap is makkelijker dan het andere schaap. De ene geeft zijn eigen meer over. Dit schaap wat van daarnet was wat moeilijker. Ja, en dan moet je gewoon met beleid doen. En dan ja, kijken hoe die erop reageert. En je moet altijd goed opletten op de plooien. Mensen, ik doe het als hobby. Mm-hmm. Hè? Ik heb zelf een paar schapen. En ik werk in de voer, zit onder de mensen met dieren en dus is het gewoon leuk. Ja, maar ik vind het ook leuk dat de stadskinderen hier voor het eerst zien wat zo'n beest is. Ja. Dus daar vind ik het wel leuk. Ja. Ik wil slapen. Hallo maar.
Heb je de schapen gezien? Ja, ik heb mama. Ah, lekker gaan stappen. Maar mama. We hebben ook eens een keer binnen gezeten, weet je nog dat ze op slecht weer was. Als we binnen zitten. Ja. Nou, dan is het goed dan. Oké, goed zo.